Dus meneer, ik heb je aangehouden. Weet je waarom? Nee, geen idee. Ik ook niet. Banjo's presenteert met gepaste trots de door jou gekozen 10 dons bij arrestatie met ook de door jou gekozen Milan Knol. Ja, meneertje, we mogen hier niet parkeren. Hè? Er staat een hele dure boete op. Echt? Hoe duur? Een boete van minimaal 1 miljoen euro. Oh, maar ik heb nog wel 1 miljoen. Ja, natuurvervuiling. 2 miljoen euro. Hallo? Goedemiddag, meneer. Jij moet maar mee naar bureau. Kom maar. Waarom ik? Het wordt zometeen donker. En ik ben best wel bang in het donker. Ik durf niet alleen naar huis. Je bent een agent. Ik ga het echt niet in mijn eentje lopen. Het zijn criminelen, hè? Heel veel. Nou, 5 minuten, hè? Als ik kan, graag. Voor mijn veiligheid. Ja, ik loop wel even. Dankjewel. Haha, ik heb je! Oh. Waar is de buit? Waar zijn de spullen? Binnen. Zal ik hem ophalen? Nee, jij blijft hier staan. De buit is bewijsmateriaal. Anders ren jij er vandoor. Ja, oké. Okay. Blijf hier. Ja, ik haal hem op. Ja. Wat gebeurt hier? Het is oké, meneer. Het is oké. Ik ben in de koffer. Nee, je bent een crimineel. Ja! Een koffer crimineel. Dat... Pak hem uit de beneden! Wegwezen! Ja! Gezien! Jij reed door rood. Jij bent gearresteerd. Maar meneer... Hup, pas op! Alles wat je nu zegt kan tegen je worden gebruikt. Je bent gearresteerd. Maar... Jongens, ik heb backup nodig. Iemand schribbelt tegen hier. Hup! Mag ik niet gewoon even een spelletje doen hier? Jawel, jawel. Wil je dat ik mijn vader ben of zo? Rust. Backup terug. Sorry. Stap eens uit. Oh. Er is toch niks aan de hand, hoop ik, of wel? Nee. Blijf even staan. Ja? Blijf staan. Ja. Meneer, u bent gearresteerd. Het ruikt hier verschrikkelijk naar alcohol. Je zit achter het stuur. Ja, arrestatie is niet nodig. Ik heb hier helemaal geen alcohol. Ik weet niks van. Ja, het ruikt hier verschrikkelijk naar whisky. Arr, dat is gewoon rum. Oh, kut. Ja, alcoholtest voor jou. Ja, jongeman, betrapt. Jij wil inbreken. Je krijgt van mij een bekeuring. Ik dacht het niet, politieagentje. Ik activeer mijn trapcard. Magic Cylinder. Daarmee reflecteer je jouw aanval op jezelf. Nee, mijn enige zwakte. Oh, ik moet mezelf een boete schrijven. Oh, ik heb gefaald. Ja, hoeveel heb je nodig? 2 grammetjes. Ja? Kan ik pinnen? Zo. Alsjeblieft. Ja. Getrapt! Stelletje drugsdieven! Zullen wij gewoon die kant op lopen? Nee! Kut! Nee! Je staan me houden. Van mij mee dronken, of niet? Een klein beetje. Ik ben allemaal spullen kwijt. Liggen nog eens in de kroeg. Wil jij hier een baas? Dit is één wat ik nog heb. Oh. Oké. Ja, blazen! Hoezo! Heb jij nou ook zo gelachen of ben jij nou ook zo blij dat de 10 dons weer terug zijn? Laat het even merken met een duimpje omhoog hier beneden. En abonneer vooral op Milan Knol door hier te klikken. Of abonneer op Banjo Movies door hier te klikken. Volg me op Instagram, @BardoAllens. En man, volgende week zondag om 4 uur een nieuwe 10 dons. Ik heb er zin in, jongens. We gaan weer knallen. Tot volgende week zondag. Joejoe.